risico nemen. Of heb je zoiets van, ik zet hem even in de pitch en we gaan kijken of we kunnen redden wat het te redden valt, zodat we de wedstrijd kunnen gaan vervolgen. Dat is nu even de vraag. Ja, Jan, ik sta bij de monteurs van de Pink Panther. En Joost, ik zag jullie zo meteen alleen maar zwaaien met z'n allen. Wat sta je in heel snel te zwaaien? Nou, we hadden toch even met rook net achterkant. Oh, dus je was een teken aan het geven? Rooksignaal. Rooksignaal? Ik zag jullie zo zes man heel intens aan zwaaien. Ik denk, dat moet iets aan de hand zijn. Klopt, ja. Wat is aan de hand, denk je? Wat is aan de hand, denk je? Even uit, even een beetje lang. Dan moet je wel kijken. Ja. Succes. Ja, ik zie nu waar, van de Jumping Venepers, start nummer 30 inderdaad, die nu naar binnen gereden is. En dan is Dennis van der Werf en Dennis van der Pol. Ja, we rijden nu even in de pits. Oh, 31 ook. Stom. Het theewater is helemaal heet. 31 Mouwbeneker en Venepeneker. Ja, het lijkt nu echt alsof het blok het heeft opgegeven. En die staat gewoon stil. Het is geen rook, het is stoom. Witte rook eigenlijk. Nieuwe paus gekozen. Ondertussen dunt het veld wel aan en uit, dan wordt het hier in de Vitstraat steeds drukker. Wat is er gebeurd? Ja, en de bedrijvigheid wordt steeds drukker. Je ziet alleen monteurs hier door elkaar lopen, onderdelen oprapen, banden verwisselen, aandrijfstangen vervangen, stuurwielen vervangen. Ik noem maar wat op, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar ik zie het wel allemaal gebeuren hier. Dat gaat opnieuw gewoon, Jan. Ik wist niet dat er zoveel onderdelen aan de auto zijn. En ik denk dat ik nog wel aan het omscholen, want ik ben gewoon geïnteresseerd in autotechniek. Ja, die monteurs die kunnen mountjes opstropen. Hier ook wagen nummer 50 staat stil. Wagen nummer 50, even kijken wat nummer 0 is. Dat is het.